Oké, dit is paragraaf 3 van geofysica voor natuurkunde, voor het Atheneum, bovenbouw. Het gaat over het zwaartekrachtveld van de aarde. Opgave 10. In 2012 sprong Felix Baumgartner op 39 kilometer hoogte uit een luchtballon. A. Bereken de valversnelling op deze hoogte in twee significante cijfers. Nou, daar is een formule voor, die staat in het boek. Dat is deze. Delta G, dus het gravitatieversnelheidsverschil, is min 2 gedeeld door de straal van de aarde, maal de normale gravitatieconstante, zoals we die gebruiken, maal de hoogte boven de aardoppervlak. Nou, de straal van de aarde, die weet je, kun je opzoeken op Pinus 31, g is 9,8 meter per seconde kwadraat, hoogte is 39 kilometer, wordt omgericht in meter. Nou, dan heb je dus drie van de gegevens, die vul je dus alle drie hierin, dat is hier gedaan. En dan reken je het uit. Min 2 gedeeld door de straal van de aarde maal 9,8 maal die hoogte boven de aarde. Blijkt dus min 0,11998 meter per seconde kwadraat te zijn. Oké. Wat is dan de gravitatieversnelling op dat punt 39 kilometer boven de aardoppervlak? Nou, 9,8 dus, min deze waarde. En je zou het uitgerekend 9,680 meter per seconde kwadraat. Nou, dit is één cijfer achter de komma, dus dit zijn de veel, maar maakt niet uit. Komt dan toch als 1 cijfer achter de komma, zit die kant eruit, 9,7 meter per seconde in het kwadraat. Dus dat scheelt een tiende meter per seconde in het kwadraat. Niet veel, maar wel meetbaar. Nou, tijdens de val werken twee krachten op Felix, de luchtweerstandskracht en de zwaartekracht. Zijn snelheid neemt tijdens de val toe en daardoor ook de luchtweerstand. De luchtweerstand wordt uiteindelijk gelijk aan de zwaartekracht. Volgens de eerste wet van Newton is de snelheid dan constant. Leg uit dat de snelheid van Felix toch blijft toenemen, ook als de luchtweerstand gelijk blijft aan de zwaartekracht. Ja, tot nu toe hadden we steeds situaties dat die valbeweging met luchtweerstand alleen maar vlak boven het aardoppervlak plaatsvond. En dan mag je zeggen dat de gravitatiekracht constant is, de zwaartekracht is constant. Als de luchtweerstand dan even groot wordt als de zwaartekracht, dan heb je dus continu resulterende kracht van nul en dus constante snelheid. Nu is dat echt iets anders. Nu kom je van een hele grote hoogte, 39 kilometer, boven het aardoppervlak. Dus als je gaat vallen, dan neemt de zwaartekracht, die neemt toe tijdens de val. Oké, de luchtweerstand neemt ook wel toe tijdens de val, om dat te compenseren. Maar ja, dat betekent dus toch dat de snelheid steeds toe gaat nemen. Stel dat je op een gegeven moment, dat ze even groot zijn, die twee, dan zou je de snelheid constant nemen, maar je blijft wel vallen, dus neemt de zwaartekracht toe, dus ga je versnellen. Oké, dan wordt de luchtweerstand ook weer groter. En daardoor wordt hij weer gelijk aan de zwaartekracht, dus dan heeft hij weer even een constante snelheid. Maar dan ga je weer verder vallen, neemt de zwaartekracht weer toe, dus de snelheid neemt toe. Oké, dan compenseert de luchtweerstandkracht dat wel, maar bij een hogere snelheid. Ja? Dus je snelheid zal dus steeds toch nog iets toenemen, naarmate je verder valt. Ja? Dat is dus het verschil, dus, dat je dus niet van een hele grote hoogte komt, waarbij je dus niet mag verwaarlozen dat de zwaartekracht niet constant is. En als je op lagere hoogte zit, dan mag dat wel. Goed, 11. De Kilimanjaro ligt net ten zuiden van Evenaar en is met een hoogte van 8595 meter de hoogste berg van Afrika. Neem aan dat de berg geheel uit graniet bestaat. Okay. Bereken de valversnelling op de top van de berg. Nou, oké. Dat doe je met de formule. Je moet hier twee berekeningen doen. Namelijk wat we net bij opgave 10 ook deden. Je moet rekening houden met het hoogteverschil in de lucht. Maar je moet ook nog eens een keer rekening houden met het feit dat die berg uit, niet uit de lucht, maar uit graniet bestaat. En dat gebeurt hier. Dus je krijgt hier twee correcties. Eentje die komt hieruit en eentje die komt hieruit. Nou, gaan we eens even langs op. Eerst voor het hoogteverschil. Dat is dezelfde formule die we net al gebruikten bij 10. Straal van aarde is bekend. G is opgezocht in tabel 30b. Daar moet je op de evenaar kijken. En dan vind je dat de gravitatieconstante daar die waarde heeft. En de hoogte is ook gegeven. Nou, die vul je alle drie in. Hier is dat gedaan. En dan komt dan deze waarde uit. En die houden we even vast. Daar staat een blauw pijltje bij. Nou, dan voor het feit dat de berg bestaat uit graniet en uit lucht, hebben we deze formule voor. 2pi maal de dichtheid maal r in het kwadraat gedeeld door m van de aarde maal, massa is dat, maal de gravitatieconstante zoals die standaard is, maal de hoogte. Nou, die zijn allemaal bekend en dan kun je delta g dus wederom uitrekenen. Nou, dus de dichtheid van graniet kun je opzoeken in 10a. De straal van de aarde hebben we al vaak gebruikt, die staat in tabel 31.
De gravitatiebestand is hetzelfde als net. Dat hadden we ook al opgezocht in tabel 30b. De hoogte is nog steeds hetzelfde. De massa van de aarde kun je ook opzoeken in tabel 31. En die vullen dus allemaal hierin. En dan komt er dus uit deze waarde. Ja? Oké, nou, dan even alles op een rijtje zetten. Wat wordt dan de gravitatieversnelling op dat punt? Nou, de gravitatieversnelling zoals die op de oppervlak is van de aarde, dat is deze. Min degene die we net hadden berekend als eerste. Gaat eraf. Deze komt er juist bij. Nou, uiteindelijk kom je dan uit op die waarde. We zeggen dat hier eigenlijk een min voor zou kunnen staan, hè, deze namelijk. En dat het dan plus was, want hij gaat eraf. En als je iets negatiefs eraf haalt, dan komt hij erbij naar die plus. Hè. Dus het is deze waarde op het aardoppervlak min deze waarde. En dan min die waarde. Nou, omdat het min is, komt hij erbij. Ja, zo gaat het dus. Oké, nog even kijken naar significantie. Dit is altijd kijken naar de kleinste natuurlijk. Even kijken, dit zijn er 5, dit zijn er meer dan 5, dit zijn er ook meer dan 5. Ja, 5 dus. Hier zo. Ja, oké. Berekende walversnelling op de top van Berg hebben we net gedaan. Stel dat de kilometer van een groot deel uit zand zou bestaan. Is de uitkomst van A dan te groot of te klein? Nou, eens even kijken. Wat, dit blijft sowieso hetzelfde, want dit gaat over lucht, dus hier verandert helemaal niks. Hier verandert wel wat. Die dichtheid die is anders. En de dichtheid van zand is kleiner dan die van graniet. Dus, dus het gaat om deze. Deze blijft hetzelfde. Dat is gewoon de waarde op de oppervlak van de aarde. Deze is voor de luchtcorrectie bijvoorbeeld hetzelfde. Deze zal kleiner worden. Dus dan wordt de uitkomst ook kleiner. Dat betekent dus dat de te groot is. Goed, gaan we naar de opgave nummer 12 in figuur B21. Dat is deze hier, een dwarsdoorsnede van een gravimeter. De meter bestaat uit twee spiegels. Kijk, die zijn hier, hè. Een vaste spiegel en een spiegel die een vrije val maakt. Van de vallende spiegel wordt met behulp van een laserbundel nauwkeurig de plaats en de tijd gemeten. Leg uit waarom dat de bovenste spiegel in een vacuümkamer moet vallen. Nou, dat is omdat je de invloed van de luchtweerstand wil uitschakelen, zeg maar, minimaliseren. En dat betekent dus dat er alleen maar de zwaartekracht werkt. En dat betekent dus dat het voorblad valt met de valversnelling. Goed. Voor een vrije val, een voorblad geldt S is een half maal G maal T in het kwadraat. S is de afstand, G is de valversnelling, T is de tijd. Dat is allemaal niet zo bijzonder. Na verwerking van de meetresultaten blijkt dat de vallende spiegel 0,1 seconde heeft gedaan over een afstand van 30 centimeter. Toon aan dat de meting niet in Nederland heeft plaatsgevonden. Nou goed, je hebt hier dat formuletje dus. S is een half maal GT in het kwadraat. T is gegeven. S is ook gegeven. Dan maak je meters van. Nou, dan vul je het in. En hier is dat gedaan. G is dan deze waarde gedeeld door een half en gedeeld door deze waarde in het kwadraat. Als je dat uitrekent, kom je op 9,7806 meter in seconde in het kwadraat. En als je in tabel minus 30b vindt, dan vind je dat de waarde in Nederland groter is dan 9,8. Dus dit kan niet in Nederland zijn. Even vanuitgaan dat we op de aardoppervlak ons bevinden. Hè? Want we weten natuurlijk dat als je hier boven de aardoppervlak gaat beginnen, dat het anders wordt. Maar er staat niks over, dus daar mag je wel vanuitgaan. Volgende is opgave 13. Een relatieve gravimeter bestaat uit een massa en een veer. De veerconstante van de veer is 39,20 newton per centimeter en de massa is 1,000 kilogram. Bereken de uitrekking van de veer bij een meting in rode school. Goed, moet je als je uitrekking wil weten, dan moet je ook de veerconstante weten en de kracht die er op die veer werkt. Nou, de veerconstante weten, de kracht die er op de veer werkt is gelijk aan de zwaartekracht. Zwaartekracht kun je uitrekenen als je de massa weet en de gravitatieconstant. Nou, de massa weten we, de gravitatieconstante van rode school kun je opzoeken in tabel 30b. Dat blijkt deze waarde te zijn. En die vul je dan allebei in. En dan krijg je dat de zwaartekracht deze waarde is. En die is dan gelijk aan de veerkracht. Oké, die kun je dus daar invullen. De veerconstante is ook bekend, 39,20. Nou, je alleen nog maar u over. U is dan de kracht gedeeld door de veerconstante. Nou, hier wordt het uitgerekend. En dan komt eruit deze waarde u plus 0,2503 meter. Want je moet wel even voor significantie letten natuurlijk. Dus even kijken, 4 cijfers is de kleinste. Ja, is het antwoord ook in 4 cijfers. Nou, klopt. De valversnelling in Rode School is niet gelijk aan die in Amsterdam. Je wilt met deze gravimeter het verschil meten.
Bereken in hoeveel significante cijfers de uitrekking van een VMO bepalen om het verschil in een valversnelheid te kunnen meten. Nou, als je gaat opzoeken in tabel 30b, dan blijken die twee valversnellingen voor Rotenschool en voor Amsterdam deze twee waarden te zijn. Je ziet dat het eerste cijfer is nog hetzelfde, het tweede cijfer is hetzelfde, het derde cijfer is ook hetzelfde. Hier was de derde cijfer achter de komma, hè, dus het vierde cijfer, die verschilt pas. Nou, dan moet je dus ook in je berekeningen minimaal met vier significante cijfers werken, anders kun je het verschil niet bepalen. Goed, 14 dan. Wetenschappers ontdekken soms vloeistofstromen onder bijzondere omstandigheden. Om het effect van de zwaartekracht nagenoeg uit te schakelen, voeren zij experiment uit in een capsule die een vrije val in de lucht ledig maakt. De vloeistoffen in de capsule zijn dan gedurende een korte tijd gewichtloos. Leg uit wat gewichtloos betekent. Nou, dat betekent dus dat er geen krachten, dat de vloeistof geen krachten uitoefent door ergens aan te hangen of ergens op te duwen. En dus dat alleen de zwaartekracht werkt op de vloeistof, maar dat de vloeistof zelf niet ergens op duwt. Tijdens een experiment wordt een capsule recht omhoog geschoten. Vanaf het hoogste punt valt de capsule dan weer terug naar de bodem. In figuur B22 zie je van een experiment met een diagram waarin de genormaliseerde gewicht van de capsule G gedeelde zwaartekracht tegen de tijd. Nou, dat gebeurt hier. Oké, hier is die 0. En hier zit dat eigenlijk niet. Nou, eens even kijken. Zie je in figuur 8.22 het verloop van het gehele experiment of van het zien tot aan het neerkomen? Of zie je alleen het gedeelte van de hoogste punt tot aan het neerkomen? Ligt je antwoord toe? Als je van het gewicht is 0 zodra je loskomt van de aarde. En dat betekent dus dat deze breuk ook 0 wordt. Dus dit is tijdens het experiment. En dit is voor het experiment als je nog op de grond staat. Dus volgens mij zie je het hele experiment hier afgebeeld. Dan, in de folder van de toren staat, nadat de kleine verstoringen door de lanceringen zijn uitgetemd, ondervindt de capsule de resterende valversnelling van 10 min 6 dg tijdens een vrije val van 110 meter hoogte. Leg uit omdat deze formulering natuurkundig niet juist is. Nou, tijdens een vrije val werkt de zwaartekracht op de capsule en is de versnelling dus gelijk aan g. En in de folder wordt dat gewoon genegeerd. Net of de walversnelling veel kleiner is. Dus dat kan niet juist zijn. Oké, dat was weer paragraaf 3. Volgende filmpje doen we paragraaf 4.